Brand in zorginstelling Groesbeek. Bewoners moeten elders de nacht doorbrengen. Al hun spullen liggen daar nog, ook hun persoonlijke spullen, hun kleren. Daar zit natuurlijk allemaal rook in, dus dat heeft wel even impact en dat moet allemaal schoongemaakt worden. En verder in het nieuws vandaag, ook in Nijmegen staan huizen zoals die van de brand in Arnhem. En nieuwe regenboogbank in Druten beklad met hakenkruisen en galgen. In Groesbeek heeft afgelopen nacht brand gewoed in een zorginstelling onder de bomen, waar mensen begeleid wonen. Volgens de veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn de 30 bewoners veilig opgevangen in een zaal op het terrein zelf. De schade aan het pand is groot. Na middernacht worden de bewoners van zorginstelling onder de bomen in Groesbeek bruut gewekt door het brandalarm. Er is brand ontstaan in de wasruimte op de eerste verdieping. De brandmeldinstallatie werkte, we konden snel naar buiten. Iedereen heeft zich daar keurig verzameld. Brandweer was ook snel aanwezig. Maar je merkt aan iedereen dat het inderdaad gewoon een hele grote schrik is geweest. En iedereen is nog steeds een beetje aan het bijkomen. De 28 bewoners moesten de nacht ergens anders op het terrein doorbrengen. De schade aan het pand aan de Parklaan is groot. 9 appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar. Al hun spullen liggen daar nog, ook hun persoonlijke spullen, hun kleren. Daar zit natuurlijk allemaal rook in, dus dat heeft wel even impact. En dat moet allemaal schoongemaakt worden, dus daar zijn we nog wel even mee bezig. Al snel konden de andere 19 bewoners weer terug naar hun woning. En dan een andere brand, namelijk die van afgelopen zondag in Arnhem. Deze was nauwelijks te blussen vanwege zonnepanelen die als een paraplu het bluswater konden tegenhouden. Maar er zijn nog ruim 600 woningen op deze manier gerenoveerd. Waaronder 132 woningen in de Nijmeegse wijk Meijhorst. Ook daar heerst nu onrust vanwege de brand in Arnhem. Bang. Ja? Angstig, bang. Een lastig te blussen brand in Arnhem. En als je hier in Nijmegen kijkt, zie je vergelijkbare woningen. Vooral klachten en angst over de warmtepompen bij de bewoners hier. De brand in Arnhem was ontstaan in de keuken. Maar je hoort hier in Nijmegen de twijfel. Het eerste wat er wordt gezegd, oh, die warmtepomp. Nou ja, ze zeggen dat het daar niet is begonnen. Ik heb daar mijn twijfels over, maar waarom zou ze erom liegen? Maar het is gewoon angstig. Ja, ik vraag mij af of dat er ook inderdaad een opening is tussen de zonnepanelen. Dat daar geblust kan worden als er brand is. Dura Vermeer is de bouwonderneming die de renovatie in Arnhem en Nijmegen heeft gedaan. Daar snappen ze de onrust bij de bewoners, maar de onderneming wil eerst onderzoek afwachten. Maar staat al niet vast dat er aan deze constructie met zonnepanelen iets moet gebeuren. Nou, ik vind dat nog te voorbarig. Hè. Wij zijn op dit moment heel erg druk bezig om het onderzoek te formuleren en daarmee ook te starten. Deskundigen van Dura Vermeer en deskundigen van Portaal die werken daar nauw samen. En, dus dat zal eerst moeten gebeuren. Je probeert het van je af te zetten. Maar ja, er zijn momenten dat ik echt ook denk van, pak de fiets wegwezen. De genomineerden voor Nijmegenaar van het jaar 2023 zijn bekendgemaakt. Het betreft een lijst van 100 Nijmegenaren waar momenteel op gestemd kan worden. Uiteindelijk blijven er 3 namen over, waarvan de winnaar bekend wordt gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Nijmegen in januari 2024. Enkele bekende namen op de lijst zijn Wendy Gutters, Henny Linders, Jan Knipping, Perry Ubeda en Claudia van Kersteren, beter bekend als de Nijmeegse Annie. Ook RN7-DJ John Koppens van het zaterdagochtendprogramma Kom de Ruud is genomineerd. De nieuwe regenboogbank in Druten is dit weekend beklad met graffiti. Op de bank zijn onder meer een hakenkruis en een galg gespoten. Inmiddels is de graffiti van de bank verwijderd. De gemeente heeft de bank afgezet met hekken. De bank is een geschenk van de klokgroep aan de inwoners van de gemeente Druten. De bank werd op 25 mei nog feestelijk onthuld. En Willem Gadersen zal per 1 juni 2024 stoppen met het burgemeesterschap van de gemeente Mook-Middelaar. Dit in verband met het bereiken van de leeftijd van 70 jaar, waarmee het wettelijk niet meer mogelijk is om je verkiesbaar te stellen voor dit ambt. Mook-Middelaar laat weten dat de voorbereiding voor de benoeming van een nieuwe burgemeester wordt opgestart door een vertrouwenscommissie. Ook zal een vacaturetekst en profielschets worden opgesteld. En tot slot nog een klein berichtje van de gemeente Nijmegen op Instagram. Vandaag was er een grote pinstoring die alle automaten voor betaald parkeren trof.
Hierdoor konden veel mensen dus niet betalen voor een parkeerplaats. De gemeente geeft aan dat er vandaag dan ook geen handhaving heeft plaatsgevonden op het betaald parkeren. Met de Vierdaagse voor de deur komen er ook steeds meer verhalen aan het licht van wandelaars die al lopend geld willen ophalen voor een goed doel. Een tijdje terug spraken we al met buurmannen Nick, Robin en Ramon. Ze lopen de Vierdaagse om geld op te halen voor Mila. Mila is een meisje van 1 jaar oud en lijdt aan een zeldzame spierziekte. Een aanpassing van de woning van het gezin is noodzakelijk, maar daar is geld voor nodig. We hebben al een stukje door deze omgeving van Serenberg gelopen, maar jullie gaan de Vierdaagse niet voor niets lopen, heb ik begrepen. Nee, klopt. Vertel. Wij lopen voor Mila. Mila is de dochter van een collega van mij. Ik heb hem een keer gesproken in de kantine. Daar vertelde hij het verhaal over Mila. Mila is bijna 2 jaar. Dus ze is geboren met een hersenvliesontsteking. En daarbij is ook een HIV-infectie opgelopen. En dus kortweg gezegd dat ze gewoon een te hoge spierspanning heeft. Yeah. Het is nu net, ja, je ziet eigenlijk niks aan haar. Het is nu net alsof je als je haar optilt, dat je een pop vasthoudt. Ja, wij willen gewoon Mila en haar familie willen we helpen daarbij. Ja, want jullie gaan geld inzamelen, toch? Tijdens het lopen van de Vierdaagse. Ja. Wat hopen ze dan met dat geld te kunnen doen? Wij willen eigenlijk zoveel mogelijk geld ophalen om dat ze hun huis kunnen gaan verbouwen en aanpassen. Mm-hmm. Zodat Mila gewoon normaal naar boven kan, normaal in huis kan bewegen. En de gemeente, kan die ergens bij helpen? Ja, van wat ik begrepen heb is dat de familie de gemeente alle muren en het plafond wel financiert. Maar alles in huis zelf, dat moet echt door mezelf gebeuren. Hey, jullie lopen dus voor Mila om geld op te halen. Ja. Hebben jullie een soort van streefbedrag? We hebben geen streefbedrag. Dat komt omdat dat alleen in de teleurstelling kan voorkomen. Geen streefbedrag. We willen het alleen onder de aandacht brengen. Ja. Natuurlijk niet alleen voor Mila, maar voor elk kind die spierziekte heeft. Als mensen tijdens de Vierdaagse nou geld willen doneren, waar kunnen ze dat doen? Ja. Nick die gaat alles zoveel mogelijk proberen te filmen. Dus de verbinding, mocht de verbinding goed zijn, dan zijn wij live op Twitch te zien. Nou, hartstikke bedankt. Laten we nog een stukje verder trainen. Het dondert en het bliksemt even goed door deze avond. We waren al gewaarschuwd, middels code oranje natuurlijk, en dat bleek wel aardig terecht. Als de buien straks het land weer uit zijn, dan daalt de temperatuur vannacht naar zo'n graad of 17. Dus alsnog maar weinig afkoeling vannacht. Morgen belooft een vrij aardige dag te worden met een mix van zon en bewolking. En het wordt opnieuw zo'n 28 graden. Dagen daarna schommelt het wel wat. Op donderdag krijgen we opnieuw met een paar stevige buien te maken. Op vrijdag is het weer droog en zonnig. Temperatuur doet die dagen wel een klein stapje terug. Het wordt dan nog overdag maximaal 25 graden. Ja, en tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website natuurlijk, rn7.nl. En alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 online. En heb je zelfs een tip voor onze nieuwsredactie? Stuur dan even een mailtje naar redactie@rn7.nl. En wij zijn er natuurlijk morgen weer. Graag tot dan!